De ronde van de verkiezing voor Miss Nederland is een feit. Voormalig missen hebben de mooiste dames van ons land alvast uitgekozen. En uiteraard zijn die niet alleen mooi van buiten, maar vooral ook mooi van binnen. Gefeliciteerd dames! Jullie zijn de finalisten van Miss Nederland 2021. Het is echt een hele mooie groep als je het zo bekijkt, zeg maar. Het klopt helemaal. En we waren het ook eigenlijk allemaal met elkaar eens. Ik denk dat ook veel mensen het cliché denken bij een misverkiezing, maar dat is bij Miss Nederland zeker niet het geval. Het is echt woman empowerment en ja, samen doen we het gewoon. Het lijkt me leuk als Miss Nederland er een beetje anders uit gaat zien dit jaar. Ja. Niet zoals wij. Komt haar maar. Hartstikke leuk. Waarom ik graag wilde meedoen was omdat ik wilde gewoon awareness creëren voor mental health. Ik ben zelf door een depressie heen gegaan en PTSS. En nu ben ik er doorheen gegaan om eruit te kunnen komen. En heb ik zoiets van, we're ready, let's do this. Ik heb vorig jaar maar te horen gekregen dat ik uitgezaaide borstkanker heb. Na 18 chemotherapie en een borstamputatie. Ben ik helaas mijn haar verloren en we mogen hier staan en daar ben ik onwijs dankbaar voor dat ik er nog ben. Het is meer dan het perfecte plaatje wat je ziet. Het is niet alleen de buitenkant, het gaat juist om de binnenkant en wat jij te bieden hebt. Om Nederland trots te maken. Dat is wat ik wil doen. Ik hou altijd gewoon wel van lekker lachen, lekker humor erin gooien. En ik vind mijn eigen humor vind ik altijd het leukste. Ik lach vooral mijn eigen grappen. Je ziet meteen wie het heeft. Een soort van die X-factor. Dat zie je het moment wanneer hun voet de catwalk raakt. Zie je eigenlijk van, oh, dit meisje heeft potentie of daar kunnen we mee werken. We moeten ook trots zijn op ons lichaam, maar dat mogen we ook laten zien. En daarvoor heb je geen maatje 36 nodig. Dat voor alle maten mag je gewoon schitteren in je bikini. Elke body is een bikini body. Precies. Ja, William, jij zat vorig jaar in de jury, dit jaar ook weer. Ja. Jij hebt nu even meegekeken, heb je er al gezien? Ja, ik zit in de eindjury wel. Ja. Dit is zeg maar de pre-jury. En de pre-jury, daar zitten alleen de dames in. Dus de dames bepalen welke dames er mee gaan doen. En dan aan het einde zit ik dan samen met Albert trouwens ook. Je hebt ook overal verstand. Ja, Albert is een oude roemenaars. En zitten in die jury dan alleen mannen? Nee. Zitten ook vrouwen. Ik dacht wel. Gemengd. Hoezo? Okay. Waar deze vraag? Nou, dat zou toch een beetje raar zijn dat de vrouwen mogen bepalen welke vrouwen er doorgaan naar de finale en dat er daarna alleen mannen gaan bepalen. Ja. Maar dat is dus weer fijn. Wat vind je überhaupt van misverkiezingen in de... Nou, ik was een oud mis. Oh, ja. En je hebt ook zo gestaan in je bad. Echt? In mijn bad. Er zijn ook foto's van. Met Sharon. In discotheek De Zon in Goor. En wat daar staat voor. En in de 5-uur-show. Oh, ja, Miss Overijssel. Miss Overijssel was in het midden. Oh. En waar staat Miss Overijssel in het midden? Dat is gewoon een kwestie van... Ja, van elleboog. Nee, maar ik ben er niet emotioneel slecht van geworden. Jouw dochter zou naar de misverkiezing mee mogen doen. Op de ja, voor mij wel, van een vader, dat weet ik. Dat weet ik dan niet. Nee, maar is het wel, dat vallen natuurlijk heel veel dingen af. Alleen heel veel dingen worden anders. Je hoort deze meiden ook zeggen, ze moeten er een beetje anders uitzien. Beweging gaande. Iemand iets? Nee? Nee, lekker zo blijven. Ik vind juist dat het heel goed is dat het gewoon gebeurt. En in de tijd dat niks meer mag, laat die meiden lekker. Ze willen het zelf. Het zijn geen jonge meisjes. Het zijn gewoon meiden met een eigen verstand en eigen wil. Die zichzelf hiervoor opgeven en gewoon een heel mooi avontuur gaan. Oké, doe jij dan even het grootste misverstand, of een van de grote misverstanden rondom misverkiezingen? Nou ja, ik moet zeggen... Misverstand, voor even Frits. Dat het een mannenwereld is, dat zal misschien in de wereld verder zijn. Maar in Nederland is het een totale vrouwelijke organisatie. De directrice van Miss Nederland, Miss Universe Nederland, dat hoort er ook bij... Is Monica van E. Zij is van Henna Cosmetics. En zij heeft dat bedrijf eigenlijk die verkiezing naar zich toe gehaald, gekocht. En zij heeft er een hele andere bedoeling mee. Ze wil gewoon proberen te zeggen dat het winnen eigenlijk helemaal niet belangrijk is. Maar gewoon het meedoen, die meiden helpen. Ze helpt die meiden vaak aan banen. Zelfverzekerd. Je ziet nu ook weer, hier zit ook weer meisje bij zo'n meisje dat kanker heeft gehad. Dat soort types vind ze ook mooi om daarbij te hebben. Om gewoon te laten zien van, joh, we doen het met z'n allen. We willen een hele andere uitstraling hebben dan gewoon maar iemand die in een bikini voorbij loopt. En dat hebben we dit jaar eigenlijk ook met onze Denise Spilman gezien. Ja, heel veel mensen zullen zeggen, dat is toch niet de ideale mis. Nou, juist wel. Juist omdat ze volledig anders is dan het plaatje wat we in ons hoofd hebben. Is gewoon een prachtige meid die het gewoon op haar manier hartstikke goed gedaan heeft. Maar gooit je dan ook hoge ogen in het buitenland? Of nee, maar dat maakt veel. We hebben volgens mij sinds 1989 al niet meer gewonnen. Dus ik
denk dat je dat ook uit je hoofd moet zetten. En dat zegt Monica ook van, joh, we maken er gewoon een mooi evenement voor onszelf van. We geven alle meiden, we maken bij ons kans en we gaan er gewoon heen. We maken er een leuk feestje van. En jij hebt ook een leuke avond. En ik heb een leuke avond. Wil je er alles over weten? Weet je niet hoe het eraan toe gaat en wie er uiteindelijk wint? De zoektocht naar Miss Nederland is dit najaar te zien hier op SBS6. Evert, zometeen.